treinkaart zoals je die ook in veel buitenlandse steden ziet. Daarbovenop leg je dan het reeds bestaande pre-metro-netwerk, dat in het Antwerpse zekerheid het stadshart tamelijk goed uitgebouwd is. Men heeft in der tijd het systeem van de zogezegde dubbele T uitgebouwd. Dus de rode lijn vormt een T en de groene lijn vormt een soort halve T. En die T's komen allebei samen in het stadshart, ongeveer waar wij hier zitten. En op termijn, bij de herhaling van het Operaplein, zal men ook die T meer met elkaar gaan verbinden. Dus die groene lijn zal operationeel worden. Die is nu nog leeg. Dus dat ligt daar ook al, wat is het? 20 jaar, ruim 20 jaar, ongebruikt. Men zal dat nu inschakelen. En ons voorstel is om die twee systemen, dus een light train systeem op huidige spoorwegnet en het pre-metro netwerk, om die aan elkaar te gaan koppelen, zo leesbaar mogelijk, zo hiërarchisch mogelijk. En dat is onze overtuiging, het zal op termijn vooral dat netwerk zijn dat de ruggengraat zal vormen voor stadsontwikkeling. Voor het plannen van nieuwe wijken, nieuwe scholen, nieuwe ziekenhuizen. We gaan die niet meer bouwen op 2 kilometer afstand van een spoor. Dat is passé. En stel om af te ronden, we gaan even stilstaan bij Zwitserland. In Zwitserland hebben ze, zowel in Zurich als Basel, de grote steden, maar ook in de andere steden, hebben ze een zeer performant systeem uitgewerkt van een soort gelaagd spooraanbod. Dus je hebt de grote treinen die tussen de steden rijden, en die rijden tamelijk vlug. Niet te veel stops. Als je van Basel naar Bern wilt, dan moet je daar tamelijk vlug kunnen komen, opdat je de auto niet zou nemen. Maar rond de steden zelf hebben ze systemen van tramnetwerk, heel fijnmazig, en ook systemen van light train, dus voorstadsverkeer met het spoor. De voorstad Dornach-Arlesheim in Basel, die ligt iets ten zuiden van Basel Centrum, daar heb je zo'n light train stop. Die light train stopt daar 3 keer per uur. En vanaf Dornach-Arlesheim sta je binnen de 8 minuten in het centrum van Basel. Dus onderweg zijn er nog 2 stops, maar je staat meteen, bij wijze van spreken, aan de Roosevelt-plaats in Basel. Vertrekkende vanuit Hoboken-Polder, om het zo wat te schetsen. Tegelijkertijd kan je vanuit Dornach-Arlesheim ook een tram nemen. Die volgt een heel andere route en die bedient ook een andere groep. Daar heb je 16 haltes. Duurt langer om aan het station te geraken, 22 minuten, maar die tram pikt andere mensen op onderweg. En aan Dornach-Arlesheim tenslotte heb je ook een eindpunt van streekbussen. Dus dat zijn allemaal bussen die niet tot in het centrum rijden, maar die stoppen aan die halte. En daar, aangezien je je klok erop vast kan zetten, is dat busvervoer en dat lightrainnet en dat tramnet zodanig op elkaar ingespeeld, dat je gerust wil je bus verlaten om over te stappen op een van die 2 andere, waar je ook moet zijn in Basel. Dus daar stoppen 6 buslijnen en zo'n systeem heb je eigenlijk rond heel Basel. Op een 4-tal plekken heb je zo'n hub van een overstapplaats komende van zuid, noord, links of rechts om over te stappen. Fysiek ziet dat er zo uit, dus rechts heb je de lighttrein die stopt. Wij staan hier onder de bushalte. En waar die zwarte meneer op weg is, dus in het midden, daar op het einde zie je de terminal van de tram, de lus, de eindlus. Dus die 3 zijn zodanig op elkaar fysiek ook geïntegreerd dat je zelfs geen barrières hebt. Je stapt met je skilatten uit de lighttrein en je stapt op de tram richting ergens waar je in Basel woont. En ik ben hier niet aan het overdrijven. In Zwitserland hebben ze zelfs skigebieden ontsloten met het openbaar vervoer. Dat je werkelijk niet met je auto daar naartoe moet. Dus we zouden dat ook kunnen doen voor het Antwerpse. Dit is een voorstel van de actiegroep ABLO in het Waasland. Zij bepleiten al jaren om Beverenstation, om daar een halte te maken, een eindhalte van tram 3, komende van op Linkeroever. De mensen van ABLO hebben ook andere, het regionetwerk uitgewerkt richting Puurs en Bornem en zo, dus die zijn goed bezig. Maar in het Antwerpse liggen de puzzelstukken klaar om een Zwitser systeem te gaan uitbouwen. Alleen moeten we de verschillende niveaus die daar werk van maken, moeten we die samen krijgen. Dus we zouden het Dornach-Beveren scenario ook kunnen doorvoeren in Hemiksem.
Comtig, Mortsel, Boeghout, Schoten, Kappelen en Ekeren. We hebben het allemaal goed bestudeerd. Dit zijn ze dan. En dan krijg je uiteindelijk dit soort kaart voor het Antwerpse. Dus je hebt het light rail systeem zijn de volle lijnen. En dan hebben we daar het tramnetwerk opgelegd. Dat is al het tramnetwerk sinds september. Dus het nieuwe tramnetwerk hebben we daar opgelegd. En dan zie je daar een patroon ontstaan van heel interessante overstapplekken. En die plekken zouden op termijn moeten de plaatsen zijn waar je aan nieuwe stadsontwikkeling doet. Zodat de mensen werkelijk uit hun auto komen. Ik hoorde deze week nog ergens een politicus zeggen, ik denk dat de Wever was, die zegt van ja, we hebben een tram. Toch gaan de twee verdieners, doordat ze hun school niet vinden in hun buurt, kunnen ze die tram niet nemen en moeten ze met hun auto toch naar de school verder uit hun wijk. Ik denk dat dat ten dele ook een soort angst is om je kind op de tram te zetten. Wij hebben in der tijd onze drie kinderen, die gingen al vanaf de vijfde klas, namen zij alleen de tram naar de school. En die school lag niet per definitie in de wijk. Die moesten 6 haltes doen voordat ze aan hun school waren. Wij moesten ze helemaal niet met de auto brengen. Dus het is niet omdat je school niet in je wijk ligt, dat je je kind met openbaar vervoer per se moet brengen. Er zit soms ook een angst voor dat openbaar vervoer in. En zelfs dat is een mentale drempel die je moet nemen. Goh, ik ga het daarbij houden, Herman. En we zijn zeer benieuwd naar uw uiteenzetting over het Antwerpse en het openbaar vervoer.